De heremietkreeft heeft een schelp nodig om zijn weke lijf te beschermen. Doordat hij groeit, moet hij in zijn leven een aantal keren verhuizen. De bewoonde schelpen zijn een uitstekend woonadres voor andere dieren. Dit kan voor een heremietkreeft een flinke ballast zijn. Een bekende huisgenoot is de zeerasp. Het zijn honderden piepkleine poliepen op een steeltje. Ze begroeien als een donzen dekbed de hele schelp. De zeerasp beschermt de heremietkreeft tegen vijanden door de netelcellen. Bij een mannelijke kolonie zijn deze wit van kleur. En bij de vrouwelijke soortgenoten roze. Als de heremietkreeft in beweging is, kan de zeerasp zich eenvoudig voeden. Ook eten zij de voedselrestjes die de heremietkreeft verspilt. Het is een slordige eter, dus daar boffen de poliepjes mee. Zo profiteren ze van elkaar. Mooi stel, toch?